Dommel! Dommel! Dommeltje! Dommel! Roept daar iemand? Ach, hij roept je pas 5 minuten! Gemeen van je om me wakker te maken. Ik sliep net zo lekker. Lekker kussentje, hoor. Yeah. Als die bolle wraak kan nemen, is die altijd onverwacht snel. Commentaar, kat. Nee. Dat dacht ik al. Dobbel, dobbel! Ben ik al. Hey, niet met die gong spelen. Ik ben iets aan het opnemen, dus het moet hier absoluut stil zijn. Het ging per ongeluk semafoor, maar waar had je me voor nodig? Ik heb jeuk tussen mijn schouderbladen. Zou je even willen krabben? Wat? Moet ik daarvoor wakker gemaakt worden? Kun je dat zelf niet? Nee, want ik heb mijn beide handen nodig bij mijn werk. Mijn vader zou zich in zijn graf omdraaien als hij me dit zag doen. Niet daar. Kun je dan niets goed doen naar boven en iets meer naar rechts. Dommel, ik vroeg je om mijn rug te krabben, niet om het truistuk te maken. Sorry, semafoor. En kneed nu even mijn schoteltjes, wil je? Wat? Moet ik ook nog je schouders kneden? Een brave hond zucht niet, maar doet wat zijn baas zegt. Ik ga een klacht indienen bij de dierenbescherming. Dat is dus geen kneden, Dommel, dat is stompen. Doe een beetje je best, ja. Nog harder, Dommel. Nog harder en je moet het met overtuiging doen. Doe maar, Dommel, ga je gang. Ik wacht. Dat is de bedoeling niet. Zo hard hoeft het niet. Ik wil alleen maar je zenuwen ontspannen. Erg leuk, Dommel. En dan mag je nu een kopje hete sterke koffie voor me maken. Ja, baas. Ik heb je nog zo gezegd dat je niet aan die gong mocht zitten. Hier, ik hoop dat die heet genoeg is. Wil je me dood hebben, Dommel? Maar ik doe toch precies wat je me opdraagt? Zo kan ik niet werken. Ik ga even een blokje om een frisse neus halen. Als het uitvinden niet lukt, dan krijgt hij er de P in en dan moet ik het bezuren. Weet je wat semafoor nodig heeft? Iemand die voor hem zorgt. Hoe bedoel je dat, iemand die hem verzorgt? Semafoor heeft een vrouw nodig, Sophie. Maar dan moet hij trouwen. Precies, en dan doet zij het huishouden en jij bent vrij. Oh, goed idee. Dan hoef ik alleen nog maar wakker te worden om te eten. Goed, dan hoeven we alleen nog maar een geschikte echtgenote voor hem te vinden. Waar kunnen we die dan vandaan halen? Laat eens kijken. Wat dacht je ervan als jij zelf met hem zou trouwen? Wat? Ik met zijn maar voor trouwen? Zo, ja, ja. Kijk eens, schat. Ja. Nee. Ik wil niet met zijn maar voor trouwen. Alsjeblieft niet, zeg. Als ik zijn maar voor moet verzorgen, dan hoef ik niet met hem te trouwen. Dat doe ik zo al. Stomme kattenkop. Hier woon ik. Zo. Kijk, nou eens, daar heb je semafoor met een vreemde vrouw. Huh? Leuk huisje, vind je niet? Enig. Jij bent vast en zeker Dommel en ik ben Marie. Semafoor was mijn buurjongen toen ik een meisje was. Oh, echt waar, mevrouw? Ja, en we hebben elkaar jaren niet gezien. Marie is getrouwd geweest, maar na de dood van haar man weer gaan werken. Ze geeft les op een kleuterschool. Waarom komen jullie niet gezellig een dagje kijken? Zeg, Dommel, zet jij even koffie, maar niet zo heet als de vorige keer. Doe ik. Nee, wacht, semafoor, laat mij dat maar doen. Waar is je keuken? Dat is lief van je. Kom maar mee. Huh? Weet je nog van die zelfknikkerende knikker die je uitvond? Leuk, hè? Moet ik het weten. Ja, moet je semafoor nou zien? Hij is gelukkig. Ik wou dat hij met Marie ging trouwen. Oh, dan moet je ervoor zorgen dat ze hem heel erg leuk gaat vinden. Oh ja. Dit moeten we nog gauw een keertje overdoen, semafoor. Ga je nou al naar huis, Marie? Wil je zijn laboratorium niet zien? Een andere keer, ik moet nog boodschappen doen. Ja, door. Even maar doe, ja, ze zegt toch dat ze nog boodschappen moet doen. Vooruit. Dommel,
is het in je bol geslagen? Ik heb er heel erg spijt van, semafoor. Wat ben je nu weer voor spannends aan het uitvinden, Simpie? Ik ben geluiden aan het verzamelen voor mijn superontspanner. Ja, ik voel het. Ik word helemaal rustig. Zal ik je eens laten zien hoe dat geluid gemaakt wordt? Kijk, dit zijn de klotsende golfjes. Golf, golf. En toen kwam er een hele grote golf aan. Ja. Dat speet me heel erg, Marie. Dommel, hoe kon je? Wat ben je toch onhandig? Ik wilde Marie echt ontspannen. Het spijt me. Het wordt tijd dat jij je eens ontspant. Dan ga ik nu maar, Simpie. Je hebt nog lang niet alle geluiden gehoord. Er zijn bijvoorbeeld de vogels. Katjaplak, katjaplak, katjaplak. Ik wil wedden dat jij al die geluiden bedacht hebt, Simpie. Nou, nee. Eigenlijk heb ik het gepikt van de radio. Zo maken ze de geluiden bij een hoorspel. Dan heb je een nieuwe toepassing gevonden voor een oude techniek. Je bent nog even knap als vroeger, hè? Ach, zo knap ben ik nou ook weer niet. Mooi zo, dat gaat goed. En nu het vuurtje opstoken. Semafoor is niet alleen heel erg knap, hij is ook reuze lief en heel zelfstandig. Hij vraagt nooit of je wat voor hem wilt doen. Niet waar? Nou ja, tja. Wat ben je toch een lieve jongen. Ach, nou ja, zo lief ben ik nou ook weer niet. En je bent ook zo bescheiden, hè? Dommel, hoe vaak moet ik... Hij is een meester in het beheersen van zijn woede. Verbazend. Ik zou erop loslaan in zo'n geval. En deze zal je ook mooi vinden. Dit is het geluid van de wind. Ja. Ja. Oh, het is een zoele zomerwind. Jip, 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 jip. Dommel, hou op! Zo is het wel genoeg! Hou op! En of het genoeg is, zeg maar voor. Hou dan op met draaien, Dommel! Ik zou wel willen, maar ik kan niet meer stoppen! Laat die slinger los! Loslaten? Hoe kan ik hem nou loslaten? Laat los, Dommel! Marie, zeg iets, doe eens! Nu ga ik de wind van voren krijgen. Kluns, ezels, veulen, stomme hond. Ik ga je eerst villen en daarna stop ik je in de gehaktmolen... en dan voer ik je aan de katten en ik zal je... Hij wordt nooit boos, maar dit is dus een uitzonderlijke situatie, begrijp je? Ik ben niet boos, ik ben razend. Oh, heeft hij je pootje gebeten? Je moest je schamen, semafoor. Het is allemaal zijn schuld! Ja, het is allemaal mijn eigen schuld. Ach, Dommeltje, wat ben je toch een lieverd. Hij is niet lief, hij is een eigenwijs stuk frieten. Hij heeft gelijk, Marie, ik ben nutteloos. Hij heeft meer behoefte aan iemand zoals jij. Ja, ik ga maar weg. De groeten en niet tot ziens, Dommel. En nou gaat ze zich maar voortroosten. Slim van mij, hè? Arme kleine. Maar ik zal verder wel voor je zorgen. Kom maar mee. Maar ik wil niet verzorgd worden, Marie. Ik wil dat je bij semafoor blijft. Wat? Als jij met hem getrouwd was, zou ik me geen zorgen meer om hem hoeven te maken. Nou, maar Dommel, ik zorg al voor meer dan 20 kinderen. Wat? Meer dan 20? Kindertjes, ik heb vandaag een vriendje meegebracht en hij heet Dommel. Willen jullie ook zijn vriendje worden? Ik haat kinderen. Semafoor is niet makkelijk om mee te leven... maar hij trekt tenminste niet aan mijn oren of aan mijn staart. Vreselijk. Wat doe jij hier, Dommel? Je was toch weggelopen? Oh, dag, Semafoor. Alles kits, baas? Ik ben boos op je omdat je me aan Marie probeerde te koppelen... zodat jij zelf niets meer in huis hoefde te doen. Wat? Wie heeft je dat verteld? Nou, wie denk je? Ik natuurlijk, domme hond.
Oh, verrader. Rustig, Dommel, spaar je energie. Je mag eerst je hoek opruimen en daarna de zolder en vervolgens de badkamer. En je krijgt geen eten voordat het klaar is. Wat, maar ik... Je kunt nou eenmaal niet de hele dag in je hok liggen. Dat doen alleen honden. Maar ik ben een hond. Oh, wat staat je dat enig, Dommel. En zo mannelijk. Dommel, neem het werk van de agent over tot hij weer beter is. Ben je daar niet blij mee, agentje? Oh, laat ik het zo zeggen. Dommel heeft er een neus voor. Ja, maar Dommel is vooral geschikt als agent omdat hij zo lief is voor anderen. Jullie kunnen op agent Dommel rekenen, vrienden. Hey, ik kan iets zonder rijers. We zijn op onze werkplek aangeland. Kom op in de camouflage. En het is zaterdag, dus we kunnen rustig onze slag slaan. Je doet het heel goed, hoor. Dank je. Dag. Huh? Hé, hey, Dommel, hoe is het om agent te zijn? Leuk, mevrouw Beatrix. Wat vindt u van mijn pet? Die staat je prima. Succes voor Dommel, succes met die vervangen. Dank u, dat komt wel goed. Dat is Cherry. Hey, Cherry. Hoe vind je dat ik het doe, Cherry? Heel goed. Maar zeg, ik ga zo wel bezoek bij de agent en ik heb koekjes voor hem gebakken. Wil jij er ook een paar? Nou, dat sla ik niet af. Hey, dame, doorrijden. Oh, wat moet ik dan in, slimmerd? Die daar die houdt de hele boel op, hoor. Hey, opschiet, ik heb geen uren de tijd. Huh? Zo regelt Dommel dus het verkeer. Ik had dat kunnen weten. Trap af. Hoppa. Oh, ik ben gek op zandkoekjes. Ik hoop dat ze lekker zijn. Hey, same. Dommel, het is de bedoeling dat je het verkeer regelt, niet om in je neus te peuteren of koekjes te eten. Goed, oké dan. Ja, zeg, kom maar. Hij is ook altijd hetzelfde. Wat gebeurt er nog wat? Zeg, ik ben nog 5 minuten laat. Ja. Stop, Dommel. Zo maak je de chaos alleen nog maar erger. Dat komt omdat al die ongeduldige types allemaal tegelijk optrekken. Ja, achteruit. Kom dan aan. Zo, dat is ook weer geregeld. Ja. Wat is je hond aan het doen, jongens? Zo, voor elkaar. Dat was een nogal ongewone oplossing, maar ik geef toe dat die werkt. Hela hola! Deze vrachtwagen staat absoluut fout geparkeerd. De nooduitgang van de bank moet altijd vrij blijven. En geen bestuurder of bijrijder te zien terwijl het sleuteltje nog altijd in het contact zit. Ik zet hem wel even op het plein, hoor. Telefooncel. Ja!
We hebben een mooie slag geslagen. Natuurlijk, Suffert, want we zijn de beste brandkastkrakers ter wereld. Er is geen kluis veilig voor ons. Kijk, onze vluchtwagen is gestolen. Er zijn geen eerlijke mensen meer. Nou goed, we nemen die wel. Wat? Mijn auto! En de boet is voor ons. Oh, nee toch, een file. Daar staat een agent, die gaat fout. Rustig, meidje, vertrouw op mij. Oh, kijk daar eens. Hamburgers van Jan, die zijn zo lekker. Stoppen! Jan Hamburger, stoppen! We zijn erbij, die agent komt op ons af. Niet in paniek raken, we doen gewoon of we hamburgerverkoper zijn. Mag ik een dubbele hamburger met extra ketchup van u? Dubbele hamburger, komt voor mekaar, agent. Maar ik heb toch nooit voor mijn leven een hamburger gemaakt? Doe maar iets, het maakt niet uit wat. Rustig blijven, die kop. Ja, je hebt makkelijk praten. U wilde een dubbele hamburger, agent? Ja, en een beetje vlug, want ik heb haast. Ja, agent. En een dubbele hamburger voor u, agent. Hè? Dat gaat goed zo, hij trapt erin. Oh, wat lekker. Mag ik extra ketchup en mosterd, alstublieft? Natuurlijk, wat u wilt, agent. Opschieten, graag. Stomme verpakkingen. Hey, schiet op jullie. Ik heb een vrachtje af te leveren. Hey! Oh, nee. Voor u, laat die ketchup maar zitten en pak de mosterd. Hij staat achter je. Nee, niet doen. Dat is de ketchup spuit niet. Dat is jij. Ging daar een pistool af? Kijk, daar heb je de bankovervallers. Wat? Hou je vast, we vluchten. Stop, houd de dief. In naam der wet geef je over, schurken. Overgeven, dat ga jij doen als je dit doorgeslikt hebt, aangekleide poedel. Hier! Hé, hey, daar staat onze eigen vrachtwagen. Vlug, we nemen onze eigen wagen weer. Dommel, ben je gewond? Wat? Houd de dief! Ik ben een goede hamburgerverkoper, hè? Stop! Houd de dief! Geef je over, schurken! Als ik jullie te pakken krijg... Zo, die politieboedel weet ook niet van opgeven. Zeg, als we nog eens een keer van wagen verwisselden. Wow! Oh, dat soort trucjes kan ik ook, hè? Hoppa! Zijn wel volhouders, daar heb je ze weer. Vooruit, geef gas. Ja, ik kan niet sneller en de tank is bijna leeg. Ik had gezegd dat je er moest vol tanken, rund. Kijk eens, Seem, ze zijn op een motorfiets overgestapt. Niemand verslaat mij op de motorfiets. Die politiepoedel en die kaalkop beginnen ons in te halen. Ik weet het. Halt, politie. Geef je over in aan de wet, dieven. Ik moet die twee clowns van me afzien te schudden. Hé, hey, ze zijn links afgeslagen. Zeg maar voor. Oké. Links af. Zeg maar voor links. Ai, yo. Ai, yo. Hey! Geef je over, jullie staan onder arrest, schurken. Goed zo, Dommel. Ik arresteer jullie omdat ik een echte politieagent ben. Oké, we geven ons over. Mooi. Oh!
ben trots op je. En ik ook. En ik ook. Superhand. Zo goed ben ik ook weer niet. Je bent een held. Hey, die Dommel, hoe gaat het ermee? Ik mis je eerlijk gezegd, ouwe jongen. En om te zorgen dat je vlug beter wordt, krijg je een schaal hamburgers van me. Hamburgers, daar heb ik trek in, zeg. Ja, wat? Dommeltje? Huh? Wil jij iets voor me doen, jongen? Zou jij mijn nieuwste uitvinding naar Marta's schoonheidssalon willen brengen? Huh? Oh jee. Moet ik dat echt alleen doen? Ik zou je graag willen helpen, Dommel, maar ik heb de hele nacht doorgewerkt om het af te krijgen. Ik val haast om van de slaap. Goed dan, ik doe het wel. Maar wat is het eigenlijk voor apparaat? Mijn vriendin Marta is een van de beste schoonheidsspecialistes van de stad. En het is zwaar werk om vrouwen mooi te maken. Dit apparaat neemt haar werk uit handen. Zo, ik snap het. Kijk, Dommel, het werkt heel simpel. Je hoeft alleen maar het gezicht te kiezen dat je mooi vindt. We hebben een blonde schone, een kastanjebruine schone en een zwarte schone. Daar. Leuk bedacht. En hoe werkt die dan? Als voorbeeld kiezen wij voor de kastanjebruine. Wij spuiten er schuim op en bombarderen het hoofd met infraroodstralen. En hoppatee, ons treurig ogende huisvrouwtje is een fatale schoonheidskoningin geworden. Goh, en hoe wordt ze nou weer een treurig ogende huisvrouw? Dat is zo'n detailprobleem waar ik nog geen oplossing voor heb. Maar Marta wil er zo snel mogelijk mee werken. Ik snap het. Ik zal hem meteen wegbrengen als ik een beloning van je krijg. Natuurlijk, maar nu ga ik een tukje doen en daarna mijn uitvinding afmaken. Dat is hem, hè? Wat een schoonheid, zeg. Dommel, je bent een engeltje. Graag gedaan, Marta, maar nu ga ik gauw naar huis. Semafoor wacht op me. Tot ziens, hoor. Nee, hoor, jij krijgt eerst een gratis behandeling als beloning. Kom maar. Wat dacht je van een mooi permanentje? Nee, maar Marta, dat hoeft niet, hoor. Ik duld geen tegenspraak, Dommel. Ik ga je mooi maken. Kom maar hier. Maar... Wat? Dit kan niet waar zijn. Het staat je heel goed, Dommeltje. Oh nee. Iedereen zal me uitlachen. Oh jeetje, het vrouwenprogramma begint zo op de televisie en daar moet ik in optreden. Jij past wel even op de winkel, hè? Wacht even, Marta. Vrouwen, ze zijn even erg als semafoor en ik moet er voor schut bij blijven lopen. Ik kan zo de deur toch niet open doen? Wacht. Goedemiddag, mevrouw Marta. Ik ben zo blij dat u tijd voor me had. Want op mijn breiklubje zeiden ze dat u de beste kapster was. Goed zo. De vermomming werkt. Ze herkent me niet. Kunt u met uw toverhanden ook een schoonheid van mij maken? Dat spijt me, mevrouwtje. Ik heb het druk vandaag een ander keertje graag, hè? U hebt gevoel voor humor, mevrouw Marta. Huh? Oh, wat een prachtig apparaat is dat. Oh, met dat apparaat word je net zo mooi als een van de meisjes op de plaatjes. Heb ik het goed geraden, mevrouw Marta? Ja, mevrouwtje, u heeft gelijk. Deze schoonheidsstoel heeft vele mogelijkheden, maar hij moet nog uitgeprobeerd worden, hè? Mag ik alsjeblieft proefkonijn zijn, mevrouw Marta? Woeps, ik zou eigenlijk nee moeten zeggen. Op welk meisje wilt u lijken? Op die kastanjebruine. Goed dan. Huh? Oh. Zou ze echt mooi worden? Ik zal de machine nog maar wat opvoeren. Huh? En dan ga ik nu het masker verwijderen. Oh, graag. Ik brand van nieuwsgierigheid, mevrouw. Oké, daar gaan we. Oh, mevrouw Beatrix. Oh, ik ben een heuse schoonheid. Hoe kan ik u ooit bedanken, mevrouw Marta? Ik ga het meteen aan mijn vriendinnen van de Breiklub laten zien. Dag! Ik moet toegeven, ik sta versteld. Oh, daar is alweer een klant.
Dag, Thierry. Oh, mevrouw Marta, hoe weet u wie ik ben? Ik ben nog nooit bij u geweest. Nou, kijk, kindje, diverse mensen hebben me je aangewezen als een van de mooiste meisjes van de stad. Maar dat kan niet. Ik kom juist bij u omdat ik mooi wil worden. Wat? Thierry ook al? Wat is dat voor een apparaat? Die staat er om een schoonheid van je te maken. Ik wil een volledige behandeling. En als het kan, nu meteen. Maar natuurlijk, kindje. En op wie zou jij willen lijken? Als het kan, op dat donkere stuk. Dat kan. Met mevrouw Beatrix is het gelukt, maar ik vraag me af hoe Thierry eruit zal zien. Oh nee, zeg, nog gaat de telefoon ook nog. Ja, de... Hey. Huh? Wat zegt u? Slagerij van Kampen? Nee, dat is een ander nummer. Zo, en even dit. Zo, en dat. Zo, en een. Nou. Dit is spannend. Oh. Ah! Dit is niet wat ik me ervan had voorgesteld. U had me beloofd dat ik een donkere schone zou worden. En nu lijk ik gewoon op mezelf. Het spijt me heel erg, Thierry. Maar ik moet eerlijk zijn, ik zie er een stuk beter uit dan toen ik vanmorgen opstond. Dank u wel, hoor, mevrouw Marta. Dat is toch vreemd. Thierry en mevrouw Beatrix hebben na de behandeling hetzelfde uiterlijk gekregen. Dat is toch gek, hoor. Help, help, help. Oeps, ik heb een probleempje. Dag, agent. Wat is dat? Overtreding? Waar heb je het over? Oh, heb ik het gezicht van iemand die te hard reed? Oh, ik begrijp het al. Je bedoelt mevrouw Beatrix. Die moet je een boete geven en niet mij. Je vindt dat ik niet op haar lijk? Nou, dan kom ik er niet onderuit, hè? Ik betaal die boete wel, agent, maar ik vind het niet eerlijk. Van dat geld had ik een ijsje willen kopen. Ah, nee toch? Echt waar? Ga je naar dat feest in precies zo'n rok als Madonna droeg? Dat kind weet ook niet van ophouden. Ik ga maar eerst een boodschap doen. Nou, tot gauw, hè. Dag. Mooi, hij is vrij. Doe nou, neem nou toch op, zeg maar voor. Hey, is er nou nog niet uitgepraat? Hé, hey, hang erop, dit! Hey, ik schrik mijn ongeluk. Wat is er? Dit is een openbare telefooncel. Hij is niet van jou, begrijp je? Maar meneer, ik ben heus net aankomen lopen. Dat is niet waar. Ik sta hier al een uur te wachten tot je eindelijk uitgebabbeld bent. Ik snap het al. Of mevrouw Beatrix of Thierry. Het spijt me. Wat een onzin. Ik bied mijn excuses voor hen aan. O, mevrouw, wacht even. Heeft u het tegen mij, juffrouw? Ja, u heeft mij toch net een pot grisanten gekocht? En nu heeft u te weinig betaald. Oh ja? Daar weet ik niks van, hoor. Nou, ik weet het wel, mevrouw. Ik kan nu aan uw gezicht. Oh, niet weer. Ik laat u niet gaan voordat u betaald heeft. Nee, toch? Maar ik heb haast. Nou, goed dan. Dan betaal ik wel. Daar gaan dan mijn laatste centen. Hallo, mevrouw. Morgen. Wat wilt u van me? Hier zijn uw kleren gestoomd en wel. Maar ik heb geen geld bij me. Nou, dat geeft niet. U had toch al betaald. Deze uitvinding veroorzaakt even grote rampen als alle anderen. Ik moet gauw weer mezelf worden. Huh? U ziet er precies hetzelfde uit als ik. Bent u soms ook bij mevrouw Marta geweest? Ja, mevrouw, vanmiddag nog. Dag, mevrouw Beatrix. Dag, Thierry. Mijn zijde blouses. En in de andere hand heeft ze de grisant die ik heb gekocht. Omdat ik precies op jullie lijk, heb ik een heel vervelende dag gehad. Maar wie bent u dan, mevrouw? Ik ben het Dommel. Dat kan niet, want Dommel is niet mooi. Jullie hadden vanmiddag een afspraak bij Marta. En omdat die er niet was, heb ik jullie behandeld in de nieuwe schoonheidsstoel. Als dat eens waar zou zijn. Oh, maar dan ben jij Thierry. Oh, en nu bent dan mevrouw Beatrix. Waarom heb jij hetzelfde gezicht gekozen? Dat vind ik niet aardig. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde een donker stuk worden. Het is jouw schuld natuurlijk. Jij hebt het apparaat niet goed bediend. Nee, het maakt maar één gezicht. Goed, dat is dan een stomme uitvinding. En ik wil mijn eigen gezicht weer terug. En wel zo gauw mogelijk. En ik wil ook geen minuut langer dan nodig is op jullie twee lijken, hoor je? Rustig maar. Zeg maar voor, werkt aan een machine die je weer lelijk maakt. Maar ik was niet echt lelijk van mezelf.
Hij heeft nachten doorgewerkt om de schoonheidsstoel af te krijgen voor mevrouw Martha. Hé, hey, zet me voor, wakker worden. Oh, drie dezelfde gezichten. Ik ben het semafoor. Oh, dit is een nachtmerrie. Gelukkig, we hebben ons eigen gezicht terug. En we zijn heel mooi. Ja, u heeft gelijk. We hebben helemaal geen ander gezicht nodig. Zo is het maar net. We zijn niet lelijk. Vind je dat? Als ik jou was, zou ik een ander gezicht willen. Hoera, hij is af. De grootste wens van velen kan vanaf vandaag worden vervuld. Een nieuw gezicht is bereikbaar voor iedereen en elke beurs. Vooruit, Dommel. Dit is je kans om van je trouwe hondenogen af te komen. Ik wil geen ander smoelwerk. Ik wil mijn eigen hondenkop. Ik vind het maar eng hier in het donkere bos, zeg maar voor spookachtig. Vertrouw maar op mij, Dommel. Ik ben nog niet bang voor 100 spoken. Help, zeg maar voor, die bomen die leven. Houd daarmee op, Dommel. Je stelt je aan als een schoothondje. Maar ik ben echt heel bang. Onzin, Dommel. Oh, daar heb je het spook. Oh, hou je vast, we gaan achter hem aan. Doei. Joh. Heb je echt een spook gezien, Dommel? Wat eng. Verschrikkelijk eng, Cherry. Om eerlijk te zeggen, vind ik het hier overdag ook al niet te prettig. Ah, moet je daar kijken, Cherry? Wat is het, Dommel? Dat zijn de sporen van dat enge wezen van vannacht. Als ik me goed herinner, leidt dit paadje naar het bosmeertje toe. Dommel, zullen we het spoor volgen? Kijk eens, hier is hij dus het water uitgekomen en daarna is hij het bos ingegaan. Zal ik je eens wat zeggen, het is vast en zeker een meermonster. Spannend. Als we eens die roeiboot gebruikten om het meer te verkennen, hè? Oh, nee, Dommel! Help me, Cherry, help me, het meer is zo nat. Doe iets! Pak deze haak vast, Dommel, op! Au! Dat was niet erg slim van me. Dit is het soort reddingsboei dat ze maar vooruit zou vinden. Hij werkt dus niet, hè? Oh! Au! Au! Hey! Oh, eens kijken. En heb je al een conclusie getrokken? Ik weet wat het is, maar het wil me niet te binnen schieten. Daar gaat het niet om. Trek hem eruit. Niet zo ongeduldig, Dommel. Maar natuurlijk, dat is het, de geschiedenis van het guppie, deel 5. Dommel, dit is een belangrijke ontdekking. Ik zie het verband met een guppie niet. Vissen, Cherry. Het verband is vissen. Want dit hier is een schub van een zoelakant. Een schub van een zoelakant? Nooit van gehoord. De zoelakant was net als de koelakant een voorouder van de vissen die zo'n 400 miljoen jaar geleden rondzwommen. Hij is alleen bekend van fossielen. Maar die schub die Dommel gevonden heeft duidt erop dat er nog exemplaren in leven zijn. En die zwemmen daar in het meertje rond. Hè? Zeg maar, dan is die zoelakant vast het enge wezen dat ik vannacht gezien heb. Ja, dat kan, Dommel. Ja, dat is heel wel mogelijk. Maar die zoelakant is een vis, semafoor. En ik heb nog nooit een vis een bosweg zien oversteken. Hij kan in 400 jaar best tot landwezen zijn geëvolueerd. Wat doet hij dan op het water als hij nu op het land leeft? Let maar eens op, Cherry. We starten de eerste waterspin. Hij is uitgerust met een volautomatische watercamera, zodat we kunnen zien wat er in het meer gebeurt. Zo, moet je kijken, wat een rare vissen. Eng, hoor. Spookachtig. Oh, een zeldzame grote tandenpoetser. Boeiend, maar het is geen zoelakant. En die zoeken we tenslotte. Maar hoe kan het opeens, semafoor? Is hij stuk? Natuurlijk is hij stuk. Uitvindingen van semafoor gaan altijd stuk. Onzin, de camera heeft iets gezien dat hij niet herkent. En mijn uitvindingen gaan nooit stuk. Bedoel je dat de camera een zoelakant heeft gezien? Oh, dat weet ik wel zeker. Maar dat zou geweldig zijn, semafoor. Ja. We moeten hem gauw vangen, anders zwemt hij weer terug. Natuurlijk, Cherry, je hebt gelijk. Daar gaat hij. De waterspin doet het werk. Handig. Hupsa. Ik vind het toch spannend, zeg. Ik ook.
Oh, kijk eens, de waterspin heeft duidelijk bit. Haal de vangst op. Ik wil wel eens zien hoe een zoelakant eruit ziet. Ja, natuurlijk. Is dat nou een prehistorische vis? Het lijkt meer op een ton. Natuurlijk lijkt het op een ton. Het is een ton. Misschien leeft die zoelakant wel in de ton. We zullen wel eens eventjes zien. Je waterspin zinkt, semafoor. Oh, stom apparaat. Oftewel, we hebben de prehistorische vis dus niet aan de haak geslagen. Ik vind het reuze jammer. Dan gebruik ik de lokeenden. Ik kan me niet voorstellen dat de zoelakant niet zou willen bijten als we deze vogels gebruiken. Eerst laten we de eenden naar het midden van het meer zwemmen. Dan wordt de zoelakant aangetrokken door het aas, stijgt naar de oppervlakte en hoeven we hem alleen nog maar op de kant te trekken. Het is een eenvoudige variatie op beproefde vismethodes, maar hij is effectief. Daar gaan we. Ben je er echt zo zeker van dat ze werken? Natuurlijk, ik heb het zelf bedacht. Oh, ik heb beet. Oh, wat zei ik je? Hola. Allemaal rustig aan de kant, Dommel. Hup. Voorzichtig, Dommel. Hup. Ja. Oh, dat is niet eerlijk. Oh, help, zee mijn vorken beter. Hierheen, Dommel, we moeten helpen trekken. Ja. Nee zeg, dat is helemaal geen zoelakant. Kijk nou toch eens aan. Nee. Vooruit, Jerry, vooruit, Dommel, trekken, kinderen. Niemand heeft gezegd dat het de makkie zou wachten. Hé, hey, voilà. Oh, ik heb de zoelakant aan de haak geslagen. We moeten haar helpen. Oké. Ik had het kunnen weten. Altijd hetzelfde liedje. En gaan we nu naar huis? Je laat je toch niet afschrikken door een mislukking? Wat? Gaan we doorvissen, semafoor? Wat dacht u? Een semafoor geeft nooit op. Ik zal die zoelakant vangen. Wil je zeggen dat we het water in moeten om die vis te vangen? Natuurlijk. Maar we gaan eerst kijken of die zoelakant echt in het meer zit. Hoe doen we dat? Door de waterspin is gezonken, zeg maar voor. Eenvoudig. Dommel gaat naar de bodem van het meer om daar de vis op te sporen. Ja, ja. Als hij hem ziet, dan maakt hij een foto en die zendt hij dan naar ons toe. En dan vangen we de vis met deze kooi. Slim zeg. Dat moet lukken. Nou hoef ik alleen nog maar te bedenken waar ik een duikerspak en een onderwatercamera vandaan haal. In de kast naast het toilet in het vooronder. Dank je. Mooi zo, dit keer is die vis het haasje. Zeg maar voor, ik heb nog nooit zo'n belachelijk duikerspak gezien. Dat was de enige duikklok die om je buik heen zou passen. Het staat je lief, Domo. Echt heel schattig, hoor. Onzin. Daar gaat-ie. Dit is vast die zendercamera. Dommel, zie je hem al? Helaas niet, zeg maar voor. Hou je ogen goed open en volg je speurtnus. Okido. Als die maar geen hondetende vissen tegenkomt. Je moet niet zulke enge dingen zeggen. Oeps, daar gaat een kattenmaaltijd voorbij. Zoelakant. Zeg, heb jij de zoelakant gezien? Iemand thuis? Ah! Ik moet voorzichtig zijn. Wow, het wordt steeds donkerder. Ah, dat is hem. Zeg maar voor, ik heb de zoelakant gevonden. Je meent het. Geweldig. Doe me een genoeg en stuur meteen een foto van de zoelakant naar boven. Daar komt-ie. Huh? Oh, kijk. Dat zijn de lichtgevende ogen van de zoelakant. Wat spannend. Ik krijg er hartkloppingen van. Ik ook. We zullen hem onverwijld vangen. Helpen jullie mee? Ja. Ik reken op jullie, meisjes. Ja, hoor. Je kunt op ons rekenen. Daar zijn ze al. We moeten uitkijken, Jerry. We mogen hem dit keer niet door onze vingers laten glippen. We moeten uit eens voorzichtig zijn. Hoera, de zoelakant is gevangen. Hoera! Hoera, we hebben de vis gevangen. Ik wist wel dat we dat guppie de baas konden. Jongens, jullie zijn geweldig. Ik ga nu de kooi naar boven halen, hoor je?
Ik geloof mijn ogen niet. Oh, ik geloof dat ik ga huilen. Goedemiddag, ik moet jullie bedanken. Ons bedanken, waarvoor dan? Jullie hebben mijn hoop werk uit handen genomen. Die motor die er staat is namelijk van mij. En hoe kwam die motor daar dan? Oh, kijk, ik ben vannacht verkeerd afgeslagen en toen het meer ingereden. Maar dan ben jij die spookachtige verschijning die we vannacht in het bos zagen. Ja, dat was ik dus. Oh, wat een afknapper. We slaan een modderfiguur en we hebben achter het net gevist. Oh, zie je wel, ik huil. Ben je er nog steeds van overtuigd dat die Zulakant bestaat? Natuurlijk bestaat die, dommel. Maar dan vooral in je fantasie, denk ik. Zulakant was mijn grootvader. Krijg nou wat, een hele dag op zoek geweest naar een uitgestorven vis. Hij is niet uitgestorven, dommel. Is het eten al klaar? Hij is er niet. Dan bedien ik mezelf wel. Ik verga van de honger. Ijskast leeg dus. Ook al niet. Het is helemaal niet leuk om de hond in de pot te zijn. Ah, een spook! Geef er toe dat je schrok. Ik schrok helemaal niet, kat. Nou zeg, die maakt hem. Hij schrok helemaal niet. Nou, ik gleed gewoon van het dak af toen ik lag te slapen. Heb jij Semaphore ook gezien? Semaphore, ja, die zag ik toen straks met mevrouw Beatrix naar het huis van Thierry gaan. Ja, als jullie zeggen dat de zaken zo liggen, dan is dit dus een ernstige zaak. Het is afschuwelijk. We hebben al een hele week geen vis meer gegeten. En hoe kan een mens nou leven zonder een gebakken scholletje op zijn teet? Kunnen wij niets aan doen, Semaphore? Nou, dat zal niet eenvoudig zijn als het een echt spook is. Kijk nou toch eens, de zon is al haast onder en Jerry heeft de was toch niet binnengehaald. Zullen wij dat voor dat doen? Goed idee. Leuk. En ik hoorde op mijn breiklubje dat een zeeman het spook heeft herkend en volhoudt dat het kapitein Piraat de schrik van de Noord- en Waddenzee is. Al was hij de schrik van alle wereldzeeën. Niemand heeft het recht om eerlijke vissers te overvallen en hun vangst te stelen. Precies. En ik vind dat de agent erop af moet en die schurken moet arresteren. De agent is bang dat hij er niet voor is opgeleid om dode criminelen in te rekenen. Dat is een spook! Zo bijzonder is het toch niet dat wij de was voor Thierry hebben binnengehaald? Ik ben met een ongeluk geschrokken, jongens. Waarom nou? Je was is witter dan wit. Oh, dat deden jullie expres. Een arme vrouw de stuip op het lijf jagen. Durven jullie wel? U mag ons niet vals beschuldigen. Maar waarom zijn jullie zo zenuwachtig? Nou, kijk, dommel, we hadden het net over het spook van de Noord- en Waddenzee. Ken ik die dame? Nee, het is geen aflevering van het kindermenu, maar een echt spook dat vissers overvalt en hun vangst afpakt. Oh, zo'n spook. Gewone spoken moet je vangen. Die kat heeft gelijk, kom erop af. Vind je dat echt niet eng? Goed, dan is de spokenjacht geopend. Hij is klaar. Nou al. Maar hoe denk je met dat gekke ding spoken te vangen? Het is maar een probeerseltje. Ik heb nog nooit eerder een spokenjager gemaakt. Ik heb daar niet veel verduzie in. Wat bazel je nou? Deze spokenjager zuigt de energie van boze geesten op. Even proberen. Huh? Au! Zet dat ding af! Wil je hem uitzetten, Balthasar? Is dat? Oh, mijn arme neus. Deze demonstratie moet je toch overtuigd hebben? Weet je zeker dat de spokenjager werkt? Dat weet ik heel zeker en anders vind ik een nieuwe uit. Dit is dus niet de Waddenzee. Het spook is zeker verhuisd. En het hele stadje is uitgestorven, eng hoor. Ze zijn weggegaan omdat ze hier niet meer konden leven, want hun vangst werd gestolen. Als dat waar is, vrienden, is de hele zaak nog ernstiger dan ik dacht. Ze moesten bij wet verbieden dat de vissers hun vangst wordt afgepakt. Ik dacht dat de visvangst al in de wet geregeld was. Daar komen mensen aan. Huh? Ah, goedemiddag samen. Dag meneer Semaphore, u bent snel gekomen. De naam is Boeg. En ik ben Jacob Spriet.
Aangenaam, Boeg, Spriet. Laten we meteen aan het werk gaan. Ik sta te popelen om dit mysterie op te lossen. Wat ons betreft kunt u meteen inschepen. Dan ga ik wel op zoek naar eten en dan lunchen we als je terugkomt. Daar komt niets van in. Ik heb jou, Balthasar en de agent nodig aan boord. Ja, maar je wilt me toch niet op een lege maag laten werken? Natuurlijk ga je mee aan boord en je zult werken, luie hond. En ik zal ervoor zorgen dat je de kantjes er niet afloopt. Wat? Gaat u ook mee aan boord? Ik moet op zee maar voorpassen. Oh. We varen een mistbank binnen. Eng hoor. Ja, we zijn er wel zo ongeveer. Dit is de plek waar het spookschip van kapitein Piraat altijd opduikt. Ik zie geen spookschip. Daar, voor ons! Voor ons! Dit is boeiend, zeg. Oh, kijk daar. Je leven of je vis. Momentje, mag ik jullie een vraag stellen? Zijn jullie de visdieven? We zijn geen visdieven, wij zijn kapers. Ik ben kapitein Piraat. Ik ben eerste matroos Ros. En ik ben Beef, bootsman, stuurman en kok. Ros en Beef? Nou, die twee lust ik dus rauw. Met peper. En waarom zijn deze twee nozems niet bang voor ons? Nou, meneer, omdat honden nergens bang voor zijn. En ik ben een kat en ik ben zelfs niet bang voor honden. Laat staan voor jullie. Rustig, jongens. We kunnen meneer hier beter niet kwaad maken. Waarom niet? Ze hebben me voor Beatrix laten schrikken. Hij heeft gelijk. Ten aanval. Oh, zag je dat, Seem? Wij zijn onverslaanbaar, Dommelandrot, hè? Oh ja, mocht je willen. Pas op, Dommeltje. Mislukt, poedel. Maar dat kan niet. Ik geloof dat we die landrotten een lesje moeten leren. Drop af, laat ze maar eens zien hoe sterk we zijn. Ai, ai, kapitein. Oh, waar zijn ze gebleven? Mijn neus. Ik denk dat ze de boodschap hebben begrepen en niet meer terug durven komen. Weet je zeker dat het werken zal, Semafor? Ik vraag het me af. Maken jullie je maar geen zorgen, kinderen. De piraten zullen niet weten wat ze overkomt. Ik vind dat ik er maar gek uitzie. Maar het is wel dé manier om de vijand in verwarring te brengen, hé? En toch klopt er volgens mij iets niet. Je hebt gelijk, agent. Dat zwarte gezicht van Balthasar is niet geloofwaardig. Wacht maar even. Zo ben ik spreken, mijn grootvader, toen hij uit zijn graf opstond. Genoeg gelachen. Tijd om aan de arbeid te gaan. Dit keer moet het lukken. Zou het? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als Semafor een plan bedenkt, dan is het goed. Begrijpen jullie dat? Jawel. Oké, zullen we dan maar gaan? Ja! Zeg, volgens mij komen we langzamerhand in de buurt waar die piraten zitten. Hou je ogen maar goed open, hè? Hela! Een vissersboot! Kapitein, een vissersboot in zicht! Geef hier, je hebt gelijk. Het is een vissersboot. Drop af, mannen, en neem uw vangst in beslag. Ik volg later. Ai, baas! We blijven hier liggen en wachten rustig tot die spookpiraten hun neus laten zien. En als ze hun neus nou eens niet laten zien? Jij ziet ook altijd problemen waar ze niet zijn. Geloof me, die piraten zijn hier voor je het weet. Heren, het spel gaat beginnen. Okido. En vergeet niet wat we afgesproken hebben. Ja, goed. Ik mag dan een waakhond zijn, maar op wacht staan vind ik stom vervelend. Daarbij zie je dus geen hand voor ogen met die dichte mist. Ik kan natuurlijk hier mijn tijd verdoen, maar ik kan ook even lekker gaan slapen tot ze komen. Oh ja, een tukkie doen. Kapitein! Wat? Wat is er? Dat hebt u snel gedaan, kapitein. U zou later komen en nou bent u ons voor. Heb ik dat echt gezegd? Het leek me een zware klus worden, dus ik ben eerder gekomen. Hoe
zit het met de buit? Ja, we pikken hun vangst in. Dat is lekker gemeen. Nou en of. Ik ga eerst even kijken of de kust veilig is. Als ik roep, komen jullie meteen. Afgesproken? Afgesproken, kapitein. Vind jij ook niet dat hij er wat bleekjes uitziet? Nou, je het zegt... Hela Ros! En Beef. Ja. Ja. Ha, hij werkt. Natuurlijk werkt hij. Ik heb hem toch uitgevonden? Ze blijven wel heel erg lang weg. Er klopt iets niet. Flauw hoor, dommel. Ik dommel helemaal niet. Ik ben klaar wakker. Waar is de vis? De vis? Kapitein Piraat? Die roept daar. Vuur! Kijk nou toch eens even, wat een prachtige spoken. Wat ben je met ons van plan, landrot? Iets leuks. Jullie mogen gaan spoken op een ruimteschip. Zo, hier erin. En kastje dicht. Mag ik hem starten, Seem? Gelukt! Nu kunnen de vissers weer uitvaren zonder dat ze bang hoeven te zijn. Toch is het zielig voor de spoken. Nou, ik vind het helemaal niet zielig, want volgens mij worden ze daar veel gelukkiger. Want nou kunnen ze op sterrenbeelden gaan jagen en dat is een veel mooiere buit. Alle die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn, jouw pionen zijn. Alsjeblieft niet bewegen, dommel. Waarom moest je nou niezen, dommel? Nou is mijn vlinder weggevlogen. Yeah. Het spijt me. Volgende keer beter. Heb je er alleen gevangen? Nee. Maar die van toen net had ik zeker gevangen als dommel niet zo dom was geweest om te niezen. Ja, sorry hoor. Maar het kriebelde zo. Ja, maar als hij er een seconde mee had gewacht, dan had ik die vlinder gehad. Wat geeft dat nou? De volgende vang je vast en zeker. Maar ik wil net zo'n insectenverzameling hebben als mijn vriendje Michiel, want dan wordt hij net zo jaloers op mij als ik op hem. Ze komen overal vandaan, uit alle landen van de wereld. Die heb jij lekker niet. Meen je dat? Wat een rotjochie, zeg. Weet je wat, Bobby? Ik ga je helpen om ook een verzameling vlinders te krijgen. Wil je me echt helpen, dommel? Ha, bof jij even, Bobby. Dan moet je natuurlijk wel hele bijzondere exemplaren vangen. Ja, dat is een goed idee. Oh, maar waar moet ik die dan vinden, Balthazar? Ik heb een hele mooie paarse gezien bij de grot op de heuvel. En die was al zo groot. Oh, echt waar? Een paarse vlinder? Ik vraag me toch af of hij echt bestaat. Ja, dat weet je nooit. Balthazar zegt wel eens meer wat. Wat zeg je maar daar, Balthazar? Zijn ze vlinders gevangen? Zijn ze echt naar de grot op de heuvel toe? Ja, wat is daarop tegen? Niks, toch? Niks, toch? Hemeltje, hemeltje! Nee! Stil, dommel. Geen geluid. Ja, daar is hij. 1, 2... Ja! Vis! Ja! Kom, Bobby, we gaan erachteraan. Wat zijn ze mooi. We kunnen er best eentje meenemen. Ja, wat zullen ze thuis opkijken, zeg? Ja. Hoi. Ja. Waar zitten jullie? Waarom moet je nou toch zo schreeuwen? Je maakt de vlinders aan het schrikken.
Nou, dat is dan maar goed ook, jongens, want jullie mogen die vlinders helemaal niet vangen. Die zijn beschermd omdat ze zo zeldzaam zijn. En de god is aangewezen als vlinderreservaat. Wat? Kijk, en daarom mag je die vlinders niet vangen, Balthasar. Ja, en Semafor zei dat die grot hun reservaat was. Zo, dat wist ik helemaal niet. Maar wacht eens. Als je geen paarse vlinders mag vangen omdat ze beschermd zijn, waarom heeft Semafor er dan wel eentje? Wat zeg je? Heeft Semafor echt een paarse vlinder? Ja, dat is waar ook. Hij heeft er echt een. Wat hoor ik hier voor agressieve geluiden? Oh, Semafor, je weet best dat het verboden is om paarse vlinders te vangen. Dat is een goeie, jongens. Dat is helemaal niet leuk, Semafor. Rustig maar, ik zal het jullie laten zien. Het is een echt lijkende namaakvlinder. Zo. Wat? Een namaakvlinder? Ja, ik heb een foto genomen en die op een stukje linnen geplakt. Kijk maar, het is geen echte vlinder. Een foto op linnen. Een geweldig idee. Omdat je beschermde vlinders moet beschermen en niet moet vangen en ik zo'n mooie paarse vlinder wilde hebben, heb ik eentje nagemaakt. Is die niet echt, jongens? Nee, niet echt, want hij kan niet vliegen en een echte namaak die vliegt. Dat is zo. Elke vlinder moet vrij rond kunnen vliegen en daar heb ik het volgende op gevonden. Kijk eens. Als mijn ogen me niet bedriegen, is dat een van je mini-batterijtjes. Het is hier te donker voor de proef, dus laten we naar boven gaan. Moet je opletten. Kijk hem eens vliegen. Hij is net echt. Wat doet hij het prachtig. Schitterend. De batterij was eigenlijk voor auto's, maar dat werkte dus niet. Niet goed althans. Ze gingen ervan fladderen, zoals die vlinder daar. Een onverwacht succes, maar een succes. Pas op, hij vliegt het raam uit. Blijf hier. Hela, hola, hola, hela, ho. Is een vlinder geworden. Dat was dus stom. Nooit gedacht dat die dikke hond van de grond zou komen. Doe dan iets. Ik zie het al. De helft van de mini-batterijen is in zijn vacht terecht gekomen. Dank je voor je uitleg, Semafor. Maar vertel me liever wat ik moet doen, want anders... Niet doen, dommel. Je mag die hamburger niet opeten. Niet te geloven, wat is er toch een eigenwijze invogel? Tjee, dommel, je hebt net batterijen opgegeten. Batterijen? Die was ik even vergeten. Stom van me. Help, help, help. Doe toch iets. Dommeltje, doe iets. Zeg maar voor. Dommel! De uil zat in dommeltje. Help. Help me, mevrouw Beatrix, help! Ben jij dat domme? Mijn lakens gaat er vandoor! Kom terug, zeg je, kom onmiddellijk terug! Ik ga flauw vallen! Ze is van de stokje gegaan, nou, daar heb ik wat aan, zeg! Weg! Die vliegende hond verdwijnt achter de huizen! Vooruit, spring in de zeespan! Ja! Sneller! Ik kan niet nog meer gas geven. Ik zal hem wel met mijn net vangen. Dommel, dommel! Ja, ik hoor jullie wel. Ik weet niet hoe ik moet landen. Typisch, hè? Nu ik ze nodig heb, heeft ze maar voor geen ideeën. Hey, ik krijg moeie armen. Ik wil naar beneden toe. Verraak mijn schoen. Oh,
Vliegende bananen. Moet je kijken wat een wonderlijke vlinders. Ik geloof dat het uit de hand begint te lopen. Ik moet toch ooit naar beneden kunnen komen. Allee. Hoger agent. Help alsjeblieft, agent. Pak hem, agent. Zo eventjes in je hand. Als ik er aan de wind was geweest, had hij me al lang gepakt. Grijp meteen, agent, alsjeblieft. Ja! Ja! Geef hem! Hey, gooi je stuur op! Oh nee, we rijden recht op die boom af! Oh nee, toch. Wat moet ik nou toch doen? Moedertje lief. Zeg maar voor, hoe moet het nou verder met Dommel? Die stumper hoeft toch niet voor altijd daarboven te blijven fladderen? Nee, als de zon eenmaal onder is, krijgen de batterijen geen voeding meer en raken ze vanzelf leeg. Ik hoop wel dat hij niet nog meer schade maakt, want ik ben hier denk ik niet voor verzekerd. Moet ik wachten tot de zon onder is, maar dat duurt nog uren. Ik krijg lamme poten van het gefladder. Ik heb zo'n honger. Zo, de zonnegenerator is klaar. Hé, het doet het niet. Dommel, wil jij de panelen beter op de zonnestraaltjes richten? Ja, baas. Bah, waarom moet het nou net dicht trekken? De zon zal zo wel weer terugkomen, we wachten wel. Oh, daar gaat mijn zonnegenerator. Oh, kan ik weer helemaal overnieuw beginnen? Zeg, weet jij soms waar die bliksem insloeg? Ja, Balthazar, midden in mijn zonnegenerator. Oh, maar waar is Dommel dan gebleven? Dommel ligt daar, hij is van het dak gevallen. Hey. Ja, ik lig hier en ik lig hier in mijn eentje. En er is niemand die me verzorgt, ook al ben ik net door de bliksem geraakt. Hé, hey, je haren staan overeind. Niet om het een of ander, Dommel, maar je ziet eruit als een geroosterd speenvarken. Wat? Hola, ik probeerde hem alleen maar te vurgen. Zeg, wat is er met mij aan de hand? Nee, blijf uit mijn buurt. Zeg maar voor, wat is hier de bedoeling van? Pak die gloeilampers vast, wil je? Best. Hela, hij gaat branden. Juist, en pak de stekker eens van de ventilator, beet. Oké. Hij gaat draaien. Zo, ja, ik snap het. Bliksem is een ontlading van elektriciteit in de atmosfeer. En toen de bliksem je trof, heb je die elektriciteit opgeslagen. Wat, hè? Maar ik ben toch geen accu? Semafoor, wil je alsjeblieft even naar mijn föhn kijken? En mijn strijkijzer vertoont ook zomaar opeens kuren. Hindert niet. Wacht, geef ze maar aan Dommel hier. Aan Dommel? Alsjeblieft, hier. Huh? Oh, maar Dommel, heb je dat nou voor elkaar gekregen? Geef hem jouw strijkijzer ook maar. Goed, hier. Dank je. Ja! Oh, hij doet het weer. Ja, dat komt omdat ik elektrisch geladen ben. Wat zeg je? Dommel, zou je misschien ook mijn wasmachine kunnen maken? Met genoegen. Ik kan alles. Ik ben een betere reparateur dan Semafoor. Ah. Oh, hij doet het weer. Ja, ja. Oh, zie, lieve handen. Oh, goede genade. Oh, hé, laat die stekker lossen. Dommel, laat die stekker lossen.
sorry. Ik ben iets te sterk geladen. Oh ja, ik snap het al. Semafoor moet de dingen repareren en niet dommen. Dank u. Mijn best. Ik blijf verder wel van elektrische apparaten af. Het was jouw schuld niet. Eet je bordje maar lekker leeg. Oh, ik heb niet zo'n trek. Oh. Juist verbrand. Dit is dus mijn dag niet. Oh! Mijn hemeltje. Ongelooflijk. Oh, schokkend. Oh, dat is nat. Goed, dit is niet leuk meer. Ik moet duidelijk iets doen, maar wat? Dommel, nog eventjes hoor. Als dit elastiekje vastzit, is de elektroontlader klaar. Hus. Doe nou, schiet nou op. Als ik zo ben, kan ik niet eens eten. Weet ik. Ja, klaar, Balthazar. Wij gaan voor de zekerheid in die omgebouwde telefooncel staan. Goed, zijn we voor. Wedden dat het niks wordt. Dommel, kan het? Dan start ik hem, hoor. Druk op die knop, semafoor! Goed dan. Hoppa. Jee. Volhouden, Dommel! Het duurt niet lang. Vreselijk. En, Dommel, ben je ontspannen? Ja, ik geloof dat ik weer gewoon ben. Hoera, hoera, dit is wat ben ik toch geweldig, heb al te zeggen. Kan ik eindelijk weer eten. Hop, aan tafel, zeg maar voor. Ja, ik geloof dat een feestje om jouw herstel te vieren hier op zijn plaats is. Ja, ik ga het meteen regelen. Ai. Zeg, Dommel, er kleeft iets aan je staart. Wat? Nou, je het zegt. Hoe kan dat nou? Huh? Oh. Dat is vreemd. Even denken. De pluspool en dan de minpool. En het resultaat is dat Dommel een magneet is geworden. Wat? Ben ik een magneet? Ja, maar onder normale omstandigheden zal je daar geen last van hebben. Oh, gelukkig. Ik zal vast de slagroom uit de ijskast halen. Fijn feestje. Huh? Mijn hand zit vastgekleefd aan de ijskast. Hier. Dat is dus heel irritant, hè? Mooi, dat hebben we ook weer overleefd. Nee, juist. Het pad van een magneet gaat niet over rozen. Oh. Ah, oh, ik hoorde dat jullie een feestje geven. Klopt dat? Oh, Cherry, welkom, kindje. Welkom, Cherry. En ik heb een cadeautje voor je meegenomen, Dommel. Zelf gebakken. Hola, wat gebeurt er? Wat doe je vreemd, Cherry? Nee. Het spijt me, het ging zomaar opeens. Ja, kindje, toen Dommel ontladen is, is die magneet geworden. Wat? Nee, toch? Ja, het is maar al te waar, Cherry. En alle metalen voorwerpen blijven aan me plakken. En omdat mijn taartschaal natuurlijk ook van metaal is. Juist. Maar het lijkt of het steeds erger wordt. Wat erg, hè? Ben ik ook zielig? Kom maar, je bent heel erg zielig. Dank je, Cherry. Het is niet veilig meer in huis. Maar wees er... Waarom heb je een spuit tussen je staart hangen? Dat is niet gezond hoor, Dommel! Dommel! Zeg maar voor, wat is er aan de hand? Ja, kijk mevrouw Beatrix, ik zal het uitleggen. Mijn oorbellen! Ik wil een spuitje van de dierenarts. Arme jongen, ik leid met je mee. Maar zeg maar voor, er moet toch iets aan te doen zijn? Zou je me in eenvoudige woorden kunnen zeggen wat er aan de hand is? Je zou bijna denken dat hij een magneet geworden is. Ja, je slaat de spijker op zijn kop, Balthazar. Hij is een magneet. Is hij een magneet? Is niet erg. Hela, daar heb je de agent. En hij doet tegenwoordig zo'n ronde op de fiets. Hey, hij is op de fiets. Oh, stop, agent, niet doorrijden. Hallo, gaat keer om.
deze dommel! Help! Oef, dat was op het nippertje. Huh? Waarom beginnen die allemaal te trillen? Ik ben zielig! Open de deur, vlug! Oei, au, yeah. Ik begin het zat te worden. Doe open en laat me eruit. Alle katten nog aan toe. Ah, de motorfiets. Niet doen, ik ben een zielig hondje. Ah, Ik wil niet, ik wil niet, ik wil... Alles kids, heb je je pijn gedaan? Ik ben een blaffende schroothoop. Ik zal je fiets met genoegen repareren, agent, als je me eerst vertelt hoe ik hem van mijn billen los krijg. Wat, hè? Ja, ik weet ook niet direct een oplossing, dommel. Oh, daar komt weer een schip met zure appeltjes aan. Het is wel heel wisselvallig weer. Hoera! Ik ben geen accu en ook geen magneet meer, zeg maar voor. Wat een tegenvaller, zeg. Nou, ik ben ook vreselijk teleurgesteld, hoor. Zijn jullie teleurgesteld? Maar waarom dan? Grapje, dommel. En ik geloof dat je een feestmaal hebt verdiend. Ja, ik heb het lekker zitten bikken bij mevrouw Beatrix. Lekker bikken, oh ja, terwijl ik echt in hele grote moeilijkheden zat. Natuurlijk, je weet toch dat je niet kunt vechten op een lege maag? Wacht maar eens af. De groeten. Ik sla je tot moes, kattenbak. Hey, doe nou, dommel. Kun je niet tegen een grapje? Niet tegen jouw grapjes, die vind ik niet je leuk. Je bent weer gewoon de oude, zie ik. Kom hier. Ja, wat ik nou toch weer uitgevonden heb. Dit keer weet ik het zeker. Ik ga een Nobelprijs winnen. Dat zeg je nou al voor de 104e keer. Waren het er echt zoveel? Oh, maar dit keer is het waar, hoor. Kijk. Nou, wat zeg je? Oh, het is een roos en nog wel dezelfde als op het plaatje. Het is een driedimensionale fotocopie. En dit is het kopieerpistool waarmee je een driedimensionale kopie op ware grootte kunt maken van alles wat je in een boek of in een catalogus ziet. Wauw, je hebt iets goeds uitgevonden. Dit is sensationeel. Maar ik moet er nog iets aan verbeteren voordat hij echt goed veilig kan worden. Daarom moet ik de stad in om paperclips en een kilometer plakband aan te schaffen. Ga je mee? Het spijt me, ik moet nodig mijn hok opruimen. Waarom zeg je niet gewoon dat je slapen wilt? Ik ga wel alleen, hoor. Welterusten, dommel. Alle katten, wacht eens eventjes. Als dat met een roos lukt, moet het ook met andere dingen lukken. Eens kijken, waar staat die? Ah, daar hebben ze. Gauw, gauw, gauw. En dan nu driedimensionale donuts. Ja, het lukt. Dit is het einde van het voedselprobleem van de wereld en vooral van het mijne. Niet slecht, maar het smaakt een beetje naar drukinkt, zou ik zeggen. Even kijken of ik er ook worstjes en eitjes mee kan maken. Er staan verder geen lekkere foto's meer in. Weet je wat? Ik kijk in een kookboek. Stom, we hebben dus geen kookboek in huis. Natuurlijk, mevrouw Beatrice heeft kookboeken van grootmoeders keuken tot vegetarische vleesschotels. Hey. De Franse keuken, de Griekse keuken, de Italiaanse keuken, de Spaanse keuken, de schone keuken. Ik wil ze allemaal lenen, mevrouw Beatrix. Ja, ik vind het best, maar waarom zoveel? Wat vind je ervan als ik je inwijd in de fijne keuken? Is dat geen goed idee? Doen we een ander keertje. Hoera, ik maak van mijn buikje een vergadering van de Verenigde Naties uit. Blunder. Ah, dat is een hongerige leeuw. Ah, ja. Zee maar voor, vergeet hij de veiligheidsbal! Huh? Oh, een leeuw in de tuin van de buren! Oh, ik moet iets doen! Ik ga meteen de politie halen! Ah. Als ik dit overleef, dan ga ik op dieet! Au! Hij is opeens verdwenen. Waar zou hij naartoe zijn gegaan?
Wat maakt het uit? Ik heb het overleefd. Oh, Dommel, ben je niet opgegeten? Hoezo? Er is hier helemaal geen leeuw. Dommel, dat was hier dan net toch een leeuw? Waar is die nu? Een leeuw? Als ik de waarheid vertel, komt ze maar voor erachter dat ik met zijn uitvinding heb gespeeld en dan zwaait er wat. Dommel, daar was hier dan net toch een leeuw in jullie tuin? Ik weet dus van niks. U moet het gedroomd hebben. Maar niet heus. Weet je nergens van? Waar is dat je achterna en hij wil je opeten? Zie ik er soms uit alsof ik door een leeuw ben opgegeten? Ik probeer niet leuk te zijn, agent. Ik heb echt een leeuw gezien. Ik zal de ramen lappen om het goed te maken. Dat doe ik morgen wel. Nu moet ik aan het werk. Ik moet nog 5 kookboeken opeten voor Semaphore thuis komt. Wat zal ik kopiëren? Spaanse paella of Japanse sushi? Stom, ik kan niet kiezen. Dommel spelen? Het spijt me heel erg, Bobby, maar ik heb het te druk. Ik moet nog een hoop gerechten uitproberen. Oei. Oh, dat lijkt me leuk, gerechten uitproberen. Mag ik meedoen, Dommel, alsjeblieft? Oh, praat ik daar mijn mond voorbij, Bobby. Ik zal je geheim in je oor fluisteren, maar dan mag je het niet verder vertellen, hoor. Oh, dat kan niet. Zo'n apparaat bestaat niet. Ik zal het je laten zien, Bobby. Oh, graag. Waar zullen we mee beginnen, Bobby? Wat dacht je van een Italiaanse pizzaschotel met krootjes? Er is iemand die ik heel graag zou willen ontmoeten. Mag ik hem eventjes lenen? Oh, dit is spannend. Wat wenst gij, knaapje? Wij zijn een ridder te paard. Ik mag het apparaat wel even lenen, Dommel. Ik wil nog meer zien. Jeetje. Hier blijven, Bobby. Ten aanval! Help! Je moet kleine jongetjes ook niet vertrouwen. Ze zijn hiernaast vandaag wel erg rumoerig. Dommel, daar zit een ridder achter je aan. Dat weet ik, mevrouw Beatrix. Dit keer zit Dommel echt in moeilijkheden. Gaat met mevrouw Beatrix. Help! Moeder, help! Dat is Dommel! Gauw zeem! Wat is hier aan de hand? Vertel ik straks wel. Ja, ik snap het al. Hè? Je hebt bij mijn kopieerpistool gespeeld. Gij zult niet ontsnappen. Moeder! Hij is verdwenen, net als die leeuw. Ik snap het niet. Dat was ik bijna vergeten. Ik heb het kopieerpistool op 5 gezet, wat betekent dat de reproductie na 5 minuten weer ongereproduceerd wordt. Oftewel, hij verdwijnt vanzelf. Nou begrijp ik waarom die leeuw verdween toen hij wilde toehappen. Heb jij ook een leeuw gemaakt, terwijl je weet dat je niet aan mijn uitvindingen mag komen? Geloof me nou, agent, ik heb het echt gezien. Dommel werd achterna gezeten door een paard en op dat paard zat een heuse ridder in middeleeuwse wapenrusting. Oh, Dommel, de agent wil me niet geloven. Werd je nou achterna gezeten door een ridder te paard of niet? Nou, mevrouw Beatrix, kijk. Dommel, dit is een hele geheime uitvinding. En mevrouw Beatrix mag niet weten dat die bestaat. Doe me een lol en doe of je neus bloedt, wil je? Ridder? Welke ridder, mevrouw Beatrix? Ik weet nergens van. Maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien, Dommel. Dat kan niet, mevrouw Beatrix, want Dommel is met mij de stad in geweest. U heeft het vast en zeker gedroomd. Zou je denken? Maar dan droom ik nog. Ja, ik ga wel mee naar het bureau, agent. Ik voel me wat schuldig. Goed, waar is het kopieerpistool gebleven? Even denken. Dat is waar ook. Bobby heeft hem meegenomen. Wat zeg je? Maar dan moeten we Bobby vinden voordat de rampen gebeuren. Kom mee, Dommel. Oh ja? En waar ga je die dinosaurus dan vandaan halen, Bobby? Uit dit boek? Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Goed. Weet je wat? Ik zal je er zoveel mogelijk laten zien. Oh, dat is een mooie. Die doen we. Dan haal ik het pistool erover en dan schieten. Hé, hij doet het niet. Is die stuk, Bobby? Waar wacht je nou op? Als ik hier nou eens aan draaide, zo dus. Ja. Oh! Hoera, het pistool doet het weer. Oh, zijn ze niet mooi? Geweldig. Ik vind ze maar eng. Oh! Oh, 3 dinosaurus in dachtig tuin. Doe wat ze maar voor. Help me. Even. Dit kan toch niet waar zijn? Ik moet nu dromen. Verdwijnen ze echt na 5 minuten, zeg maar voor? Nou, dat is wel de bedoeling. Er is geen reden voor paniek, agent. Dit is een 3-dimensionale projectie die vanzelf weer verdwijnt. De 5 minuten zijn voorbij. En die beesten zijn duidelijk niet weggegaan.
Oh, de kopieervernietiger is nog niet af. Zeg maar voor, je moet heel vlug iets bedenken. Ik doe mijn best. Zeg, Bobby, waar heb je het kopieerpistool gelaten? Dan vraag je me wat. Daar. Dommel, abort! Nee, gelukkig, hij is niet beschadigd. Goed zo, Dommel. Huh? Oh, nee, het kopieerpistool staat op maximum. En dat is dus vast een ramp. Zeker, Dommel. Als ik niet iets uitvind om die beesten te ontkopiëren, raken we ze nooit meer kwijt. Maar kun je dan helemaal niets doen? Oh, als ik ze zin vries. Oh, dat is het! Ik weet een mooie manier waarop we de vulkaan kunnen doven. Zo, ja, ja. Zetten we hem weer op 5 en dan... 4! Geweldig! Te gek, Semaphore! Rennen, jongens! Zwemmen! Of anders verzuipen we! Dit moet een droom zijn! Wat een afschuwelijke nachtmerrie! Nog even volhouden. Na 5 minuten verdwijnt het water vanzelf. Oh, het is altijd hetzelfde liedje met die stomme uitvindingen van jou. Dat komt omdat jij er niet van af kunt blijven met die stomme vingers van je. Oh, van de vulkaan hebben we geen last meer. Nu nog even een ontkopieerder in elkaar prutsen. En, is hij al klaar? Nog niet hoor, maar vergeet niet om de dinosaurussen te voeren. Als je maar met dat ding opschiet, want ik hou dit niet lang meer vol. Dat zal je leren om met je vingers aan mijn uitvindingen te zitten. Vooruit, Dommel! Geef die beesten te eten voor ze de buurt afprikken. Dat wordt dus geen middagdutje vandaag. Hou je koest, beest, ik kom al. En het zijn me toch een stel schrokkoppen, die beesten eten meer dan ik. Yep. En nog een lading. Jongens, ik vind er echt geen lol meer aan, hoor. Ik hou ermee op. Ik hou ermee op! Kom mee naar buiten, allemaal, dan zoeken wij de Wihilawaal. De weersvoorspelling is goed en we zijn in de bergen. Dat wordt een leuk weekend. Als je zo door blijft eten, is alles op als we aankomen. We vinden vast wel een winkel. Ik kan er nog maar steeds niet aan wennen dat mijn hond een hollebolle gijs is. Ja. Dommel, je moet leren dat er grenzen zijn. Ja. Grenzen zijn er om ze te overschrijden. Als het om eten gaat, heeft hij altijd een antwoord klaar. Jongen, wat heb ik lekker gegeten. Tijd voor een toetje. Jam, een lekker stukje taart gaat er altijd in. Goed voor de spijsvertering. Een weekendje in de bergen, dat kan ik me niet voorbij laten gaan. Om welke kikkels hebben deze weg aangelegd? Hou je vast, Dommel! Dat doe ik, maar zo kan ik mijn taart niet eten. Het lijkt wel of ik op een wild paard zit. Niets kan me ervan weerhouden om deze taart op te eten. De motor is afgeslagen. Zou die soms stuk zijn? Zullen we dan maar van de nood een deugd maken en gaan picknicken? Niks daarvan. Je hebt genoeg gegeten. We gaan de motor repareren. Haal het gereedschap. Oké, jij je zin. Stonding. Semaphore, wacht op mij. Nee, maar zeg, ik heb Dommel achtergelaten. Nou, oefening zal hem goed doen, hoor. Dommel, dit is je kans om af te slanken. Redden. Wat, dat is niet eerlijk. Wacht op mij. Tuteljoe, klinkt zijn lied. Tuteljoe, klinkt zijn lied. Wacht op mij. Doe dat, Semaphore, wacht op mij.
En horen wij die muzikant, dan is de zomer weer in het land. Doedeljoho, klik zijn lied, doedeljoho, klik zijn lied, doedeljoho en anders niet. En we nemen nog wat ham op een verse boterham. Jam, 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 gaat hij weer jam, eten, jam. Eten, altijd maar eten. Ah, Daar was ik al bang voor, de caravan is vastgelopen. Nou, dat wordt nieuwe dommel. Vooruit, jongen. Ja. Doe het dan al! Ik doe mijn best, maar mijn motor heeft brandstof nodig. Ja. Laat me raden, je wilt zeggen dat je niet kunt werken op een lege maag. Is dat het? Wat heb je toch al die briljante ideeën, zeg maar voor. Tijd voor de lunch. Zo, ik ben opgeknapt. Zeg maar wat ik moet doen, zeg maar voor. Nou, wat denk je dat we moeten doen? Duw het dommel! 1, 2, 3, jij mag zeg maar voor, ik ben sterker dan ik dacht! Joepie, het is je gelukt, dommel! Natuurlijk is het me gelukt, wat dacht je dan? Stop, ik wil niet, ik vind het niet eerlijk, ik wil niet, stop! Stop! Waarom ben ik zo stom geweest om mee te gaan? Hij krijgt recht op de afgrond af. Oh jee, we komen vannacht nooit meer thuis. We zullen in de open lucht moeten slapen en ik rammel van de honger. Ja. Je laat me toch niet in de steek, dommel? Tuurlijk niet, maar als we willen eten, moet ik mijn neus achterna. Ik ben tenslotte een jachthond. Dat is toch lief van hem? Huh? Oh! Mijn neus werkt niet zo goed als die van Dommel, maar gelukkig heb ik goede hersens. Ziezo. Ups. Oeps. Oeh, nou, niet vallen. En die daar. Zo. Het lijkt simpel, maar je moet jaren studeren voor je zoiets bedenkt. Zo, en nou hoef ik alleen maar rustig te wachten tot het wild in de val loopt. Dat ruikt lekker, zeg. Ai! Help, een slang! Rennen! Redje! De val werkt. Huh? Oh, wat is er gebeurd? Ach, dat is Dommel. Wat jammer. Ik kan hem moeilijk opeten. Dommeltje, als de jacht op groot wild niet lukt, dan gaan we gewoon vissen. Ik heb zo'n honger dat ik met liefde alles zal opeten wat je opvist. Victorie, ik heb weet. Ik rooster hem wel voor je. Zeg maar voor. Hoppa, oh, oh. Hey. Oh. Gemene dief, geef die vis terug, die is van ons. Dan proberen we het zo. Huh? Oh, ik snap het al, goed idee. Ik ben gek op gevogelte. Opschieten, straks vliegt hij nog weg. Huh? Wat doe je nou, die vogel zit daar. Heb vertrouwen in mij, Dommel, het is een nieuwe methode. Het ene zo, vuur. Kijk nou wat. Vuur! Een nieuwe methode. Aan mijn neus. Niks te neus. Is gewoon pech hebben, hoor. Kijk, daar komt een doos aandrijven. Hij zit vast boordevol lekkere dingen. Oh, voorzichtig, Dommel. Kijk uit. Balthazar. Dat is nou ook toevallig dat ik jullie tegenkom. Wat een stomme opmerking, want ik zat tenslotte in uw caravan. Laat maar. Hebben wij even pech? Balthazar laat zich vast niet opeten. Geef hem eens ongelijk. Mensen, honden en katten kunnen best een paar dagen zonder eten. Laten we maar gaan slapen. Ik ben dol op kamperen. Oh, ik ook, maar een caravan zou fijn zijn. Zo erg is het niet, Dommel. Je vacht is lekker zacht. Ik weet het. Ik geef alleen maar van de honger, niet van de slaap.
wil ontbijt op bed. Honger. Huh? Balthazar en Semaphore zijn verdwenen. Dan mij! Huh? Kijk, hier is een ei. Ah, dat wordt een heerlijk spiegelei. Niks niet spiegelei, het wordt een omelet. Je bent geweldig, Balthazar, maar het wordt dus een spiegelei. Nee, een omelet. Een spiegelei. Een omelet. Een spiegelei. Een omelet. Een spiegelei. Een omelet. Een spiegelei. Yeah. Een spiegelei. Stommerd, heb je nou je zin? Als jij niet zo koppig was geweest, dan was het niet gebeurd. Veel Dammeltje, kom naar school. Oh, nee, maar... Ze moeten gewoon met de stroom meegedreven zijn. Zijn ze toen dan stroomopwaarts in het ravijn gestort? Wat ben je toch slim? Al het eten is verdwenen en de motor is definitief een hoop oud roest. Oftewel, we hebben niks aan die troep. Hoppa, weer een briljant idee. We bouwen er gewoon een boot van. Daar een boot van bouwen. Dit is een geweldige boot. Je bent geniaal, Semaphore. Niet overdreven, Dobbel. Je hebt gelijk, maar je moet niet overdreven. We hoeven alleen maar de rivier af te varen. Dan komen we vanzelf weer in de stad uit. Huh? Oh, nee! Een waterval, een waterval! Volgende keer kijk ik eerst op de waterkaart. Waar is Dommel? Dommel, Dommel! Handen kunnen goed zwemmen, al is hun stijl wat onhandig. Dommel, Dommel, Dommel! Hij is misschien verdronken. Dommel. Hij mag niet verdronken zijn. Ik ben hier, laat me eruit. Help de boot omkeren. We zijn thuis, jongens. Wat gebeurt er even? We kunnen eten. Oh ja, eten. Ik pak eerst een dozijn spiegeleieren. Omelet. Spiegeleieren. Omelet. Spiegeleieren. 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 Wat maakt het uit wat we eten? Als we maar eten. Spiegeleieren. Ik ben uitgehongerd. Spiegeleieren. 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 Is een beetje kinderachtig met die lege blikjes. Nou, als dat het probleem is, weet ik er wel een leuke oplossing voor. Maar dat is Dommel. Nou en of, moet je opletten. Gaat-ie. Hey. Au, dat doet pijn. Raak in de roos. Balthazar, rotkat. Ik zal jou... Echt weer iets voor een hond. Duiken in een modderplas. Je gaat te ver. Kom hier, kat, en vecht. Kom hier, kattenbak. Ja, ja. Kom hier. Oh, als ik de wc naar de tuin verplaats, dan kan ik van de badkamer een zwembad maken. Huh? Wat gebeurt er daarboven? Je krijgt me hier, lekker bad. Hier, jij. En nou heb ik je, Balthazar. Oh, nee. Nee. Nog maar eens proberen, Dommel. Weer mis. Pak me dan, als je kan. Ja. Ik krijg je wel. Kom hier. Ophouden. Jullie breken het hele huis af. Lekkerpe, lekkerpe. Huh? Balthazar. Mijn kleren. Ja. Beesten. Wat een puinhoop. Verdommele, als ik dat beest in mijn handen krijg. Oh, arme Semaphore. Mevrouw Beatrix, wat bedoelt u met arme Semaphore? Je ziet er verschrikkelijk vies uit, alsof je de hele dag in de modder hebt liggen spelen.
Ja, nou kijk, het was een ongelukje. Weet je wat? Als je ze nou meteen uittrekt, dan was ik ze wel even voor je. Dat is aardig van u, maar... Ja, als je schoon bent, voel je je veel prettiger. Dat weet ik, mevrouw Beatrix, maar ik zou het veel liever zelf doen. Ik geneer me een beetje. Dammel! Ligt dat beest er nou alweer te maffen? Ik zal hem eens een lesje leren, dat verdient hij. Ik zal hem met zijn neus op de modderige feiten drukken. Hey. Hop. Vooruit, dommel, je moet opstaan. Het is er. Ik kan het helaas niet waarderen dat je met je modderpoten de vloer bevuilt... om over de rest nog maar te zwijgen. En om te voorkomen dat het huis nog vuiler wordt... heb ik besloten dat jij in het bad gaat. In bad gaan? Niks daarvan. Ik haat in bad gaan. Ik moet dringend bad afspreken. Ze altijd hetzelfde. Je kunt rennen wat je wilt, dommel, maar je gaat in het bad. Ik versta je niet. Dan zeg ik het nog een keer, dommel. Je gaat meteen in het bad, hoor. Waarom is het nou toch zo erg om in het bad te gaan? Ik ben er ook net geweest, hè? Oh. Ik weiger om in bad te gaan. Zo! Je zult me niet ontsnappen! Ik laat je niet lossen! Oh. Stom beest! En je gaat vandaag in het bad of je wil of niet, hoor je me? Als het niet met vriendelijke woorden lukt, dan is er altijd nog de techniek om dommel mee te overtuigen. Knappe jongen die me hier vindt. Heeft Dommel zich hier verstopt, dan vindt zij me volgende nooit. Daar moet ik wat aan doen. Dommel is nooit in beweging te krijgen, behalve als hij in bad moet. Dan is hij opeens verdwenen. Huh? Ga uit de weg, Balthasar. Ik ben op zoek naar Dommel. Dommel zit in het park, semafoor. Oh ja, is die in het park? Dat was een lekker bot en nou ga ik een tukkie doen. Wat? Ik stel voor dat je vrijwillig met me meegaat, Dommel. Om daarna thuis lekker een uurtje bad te nemen. En ik wil niet in bad en ik ga niet. Nu niet, nooit niet. Auw! Wij! Pas op, hij gaat er vandoor, zeg maar voor. Hij zal niet ver komen. Bind jezelf aan een dikke boom, sluit het slot en slik de sleutel in. Hij... Eens kijken of je me nou nog in bad krijgt. Heel slim van je, dommel, maar wie het laatst lacht, lacht het beste. Hoor, let jij maar eens op. Huppla, hup. Oh, hij... Jammer van die boom, maar het doel heiligt de middelen. Volgende fase. Nee, wat ga je doen? Nee, ik wil niet. Ik wil niet in bad. Oh, wij? Dommelke, wees toch niet zo bang voor het water. Je zult zien dat je daarvan opfrist. Straks ben je oog verblind met wit en schoon. Hé, hey, dag, semafoor. Hoe gaat het ermee? Prima, kindje. En hoe gaat het met jou? Kan ik je soms verleiden om met mij mee te gaan lunchen? Nou, als jij trakteert, altijd... Balthasar, wil jij zo vriendelijk zijn om een oogje op Dommel te houden? Met genoegen! Thierry, help me alsjeblieft. Laat me niet in de steek. Oh, Thierry, wat heb je een heerlijke parfum op. Je betovert me. Oh, die geur past precies bij je, hoor. Zie me voor. Die ouwe snoepert. En mij het werk laten doen, hè. Maar ik doe het graag, hoor. Balthasar, help me. Jammer dat ze maar voor de geen gebruik zijn bij zo'n heeft gedaan. Ik probeer wel wat. Dit knopje, dat knopje, zo. Ik wil niet in bad. 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 Ik wil niet in dit en dat en dit. Ik wil niet in bad. Ik wil niet in bad. Ik wil niet in bad. Ik wil niet in bad.
Ik zal er nog wat zeep mee doen. Dat is verf, stomme kat. En nou wij, Balthazar. Ik zal je krijgen, stomme kat. Zeg maar voor me vroeg. Je hebt gelijk, Balthazar. We waren allebei toe aan een nieuwe kleurvacht. Wat word je moe van dat wraak nemen, zeg. Even een dutje doen, hoor. Wij zwarte katten hebben ook ons eergevoel. We laten ons niet wit maken. Wat gebeurt er? Ik ben al wakker. Wie heeft het licht uitgedaan? Balthazar, waar ben je? Balthazar, ik vul je, lelijke kattenbak. Wou je vechten, hè? Wat is hier in vredesnaam aan de hand, zo? Mijn machine is op hol geslagen. Ik heb je, stommerd. Mijn mooie machine vernielen. Ik zal ze krijgen, allebei. Jullie verdienen een koude douche, dat ze jullie afkoelen. Gelukkig maar dat hij niet weet dat het stomme ding stuk is. Wat je zegt, dommel? Jullie weten blijkbaar niet dat deze machine van eerste klas oud-roest is gemaakt. Starten. En toen deed die hoop oud-roesters niks. Ja. Nee, maar... Het is niet waar. Ik wil niet nog een keer in bad. Het is allemaal jouw schuld. Mijn schuld? Je zuster? Wow. Het doet er niet toe wiens schuld het is. Jullie hebben allebei een bad verdiend en jullie krijgen het. Ik heb nog nooit zulke lekkere poffertjes gegeten. Het eten smaakt altijd lekkerder als je met een bijzonder iemand bent. En de hele stad kan ons zo zien hangen. Het is om je dood te schamen. Dat zou ik dan maar gauw doen als ik jou was, want het is allemaal jouw schuld, stomme kat. Dat deed pijn. Je had gewoon met je klauwen van die kloppen af moeten blijven. Je deed het alleen maar om mij te pesten. Niet te geloven, beginnen ze weer. Dat dan hoort, dat is toch mijn zaak? Passen met zeep, hoor. Ik ga in bad wanneer ik wil. Wat is het koud vanmorgen? Moedertje lief, het huis is ingesneeuwd. Daar moet ik iets aan doen, zeg. Dommel, wakker worden. Het heeft gesneeuwd. Huh? Gesneeuwd? Echt? Wauw, het ligt tot aan het slaapkamerraam. Hop, hier. Oh, de wereld ziet er zo heel anders uit. Mooi, hoor. Hoera, lekker spelen in de sneeuw. Ik sta weer met beide benen op de grond. Wat jammer nou, ik moet hier uitzien te komen. Gaaf. Mijn bolletje. Oh, wat vreselijk. Mijn hok is door de sneeuw geplet. Ik help wel even Balthazar, wat stom van je om onder mijn hok te gaan liggen. Eindelijk gered. Ik heb nooit geweten dat het zo kon sneeuwen. Weet jij een manier om hieruit te komen?
Ik ben van boven naar beneden gevallen, dus ik denk dat we zo terug moeten, Balthazar. We moeten graven als mollen. Vooruit! Ja! 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 Al die sneeuw is mooi, maar niet erg praktisch. Semaphore, welke kant moeten we op? Ach, kijk nou eens wat schattig, zegt mijn dommeltje speelt in de sneeuw. Naar rechts, dommel! Nee, nee, de andere rechterkant. Ik bedoel, links, nee. Hier blijven. Oh, de sneeuwruimer. Pas op, dommel, kijk uit! Al die sneeuw is erg mooi, maar ook heel gevaarlijk. Ik moet er iets aan doen. De hele stad is bedekt met een laag sneeuw zo dik als nooit eerder in de geschiedenis. Onze verslaggever Jan Sneeuwman staat bij het stadhuis. Jan, hoe is de situatie? Jan? Jan? Kom er maar in. Nou, Kees, de mensen proberen er het beste van te maken. Ja, het is niet te geloven, ze doen hun best. In de poging een ramp te vermijden verliezen de chauffeurs de controle over de voertuigen. Over de ravage. Jan? Jan? Ja, het spijt ons, dames en heren, maar de verbinding lijkt verbroken. Even geduld, alstublieft. Zo, daar ben ik dan, vrienden. Je moet toch iets doen aan die sneeuwsemafoor. Dit kan zo niet. Krijg nou wat. Ah, dat is Jerry's voordeur. Jerry! Dommel, je hebt een tunnel door de sneeuw gegraven. Wat enig! Ja, ik heb een heel stelsel gegraven. Kom maar kijken. Oh, het lijken de grotten van handel. Zo ga je naar Semaphore. Die gang loopt naar het huis van mevrouw Beatrix. En dat kleine tunneltje daar in het midden, dat komt uit bij mijn hondenhok. Past precies. Oh, je bent geweldig, Dommel. Nu kan ons niets meer gebeuren. Huh? Uit je berg! Ik ga een reuze sneeuwpop maken. Wat? Zei je een sneeuwpop? Bobby, stoppen! Ah! Oh, stik, hij zit klem. Nou, daar gaan mijn mooie tunnels. Bobby, deze tunnels zijn voor algemeen gebruik. Sneeuwpoppen moet je buiten maken, jongen. Hoe dan? We zijn ingesneeuwd, weet je nog? Dat is waar, we zijn ingesneeuwd. Dommel, je bent geweldig! Oh. Ik heb nog nooit zo'n mooie ijsbaan gezien! Weet je wat, als we verkeersregels maakten voor de tunnels? Ja, zeg maar voor, dat zou helpen. Vrienden, zoals altijd heb ik na lang nadenken de oplossing voor onze problemen gevonden. De tunnels zijn veel te smal, daarom moeten we ze verbreden. En dat is geen gemakkelijke klus, maar met elkaar zullen we het wel klaren. Aan het werk! Ziezo, dat gaat sneller dan ik dacht. Ik vind dat we een pauze verdiend hebben, nietwaar? Maar hoe moet ik straks thuiskomen? Onze tunnel is ook geblokkeerd. Stom, hoor. Ik geef het op. We hebben wel eens beter samengewerkt. Ik zet de kachel hoger. Gelukkig, het wordt al warmer. Oh. Hé, wat raar, het regent. Wat? Oh nee, brand. Dommels hok staat in de fik. We moeten iets doen, want anders vergt die hond mee. Help, help, help. We moeten iets doen, vlug. Brand, brand. Er is brand. Wat is er aan de hand, Balthazar? Je hok staat in brand, Dommel. Wat? Echt oh, waar? Nee. Ja, er komt er ook uit, vlug. Hij heeft gelijk. Er komt rook uit de tunnel. We moeten vluchten. Snel, Bobby. Wacht op mij. Laat me niet alleen. Kom. Ongelooflijk was ik bijna verdronken onder de sneeuw. Oh, frisse lucht. We hebben het gered.
Mijn geduld is op. Dit kan zo niet langer. We moeten iets aan die sneeuwoverlast doen. Als we het ergens anders heen brengen, verplaatsen we het probleem. En als we het smelten, wordt alles nat. Ik wou dat die sneeuw warm was. Dan zou het lang niet zo erg zijn, hè? Hoor ik je daar zeggen, warme sneeuw? Baldassar, je brengt me op een idee. Welk idee, Semafor? Een briljant idee, domme, voor een revolutionaire sneeuwruimer die een Nobelprijs waard zal zijn. Opgepast, Dommel, ik ga hem aanzetten. Hopla. Te gek, hij zuigt alle sneeuw op. Ik hoop dat het goed gaat. Ik vind het heel knap, Semafor, een sneeuwstofzuiger. Maar wat doen we met al die sneeuw? Dit is niet alleen een sneeuwzuiger, maar ook een reusachtige hoge drukpan die de sneeuw meteen doet smelten. Ik hoef maar op deze knop hier te drukken en de sneeuw die inmiddels kokend water is geworden, keert terug in de atmosfeer als waterdamp. Zo maak je van de sneeuw warme lucht. Eenvoudige natuurkunde, maar briljant toegepast, dat zeg ik het zelf. Geweldig! Je bent een genie, Semafor. Ik snap niet hoe het werkt, maar als je de sneeuw wegkrijgt, is het een applaus waard. Dank je wel, vrienden. Je weet wat je te doen staat, Dommel. Rustig doorgaan, jongen. Oké. Dat gaat goed, Dommel. Nou. Wat een ontspannende manier van sneeuw ruimen. Te veel sneeuw geeft overlast, maar het is jammer dat alle sneeuw nu wordt opgezogen, want een beetje sneeuw vind ik zo romantisch. Oh, maar daar heb ik een oplossing voor, hoor. Ik ben zo terug. Ik heb een voorraadje sneeuwpopjes gemaakt. Nee, maar... Oh, Bobby toch? Oef. Hé, hey, ik ben klaar, Semafor. Ah, goed zo. Dankjewel, Dommel. Als jij er niet geweest was, had ik niet geweten hoe ik mijn plan had moeten uitvoeren. Als je een goede uitvinding doet, help ik je graag, Semafor. Dat is lief van je, Dommel. Oh, ik zou me daar toch bijna vergeten de stoom te laten ontsnappen. Daar gaat het. Dat is vreemd. Mijn haar begint nat te worden. Oh. En mijn kleren ook. Oh, Sherry, moet je eens kijken. De stoel is helemaal nat. Oh. Ik snap er niets van. Kijk. Wat, Balthazar? Oh. Er zweeft een sneeuwpop door de lucht. Oh. Pas op, Domo. Zet dat ding af. Huh? Wat gebeurt er? Hé! Hey. Hatsé, weer zo'n geweldige uitvinding die op de schroothoop kan. Het sneeuwt weer! Oi, oi, oi! Nou kan ik nog meer sneeuwpoppen maken! En tot slot de weersverwachting tot morgenavond. Morgen zal de zon overal schijnen en de sneeuw zal voor het grootste deel weer wegsmelten. Vandaag zal het droog blijven, hoewel er zeer plaatselijk een sneeuwbui schijnt te vallen. De uitgestrekte eenzaamheid van de Zee van Zand heeft altijd tot de verbeelding van de mensen gesproken. En misschien is dat al de belangrijkste reden waarom er de laatste tijd met de regelmaat van de klok UFO's zijn waargenomen in dit gebied. Of zien ze echt vliegen? Interessant. UFO's in de Hahaha-woestijn. Dat zou betekenen dat we in contact kunnen komen met buitenaardse wezens. Ik moet in actie komen en vlug wel. Hopla! Auw! Dat is niet aardig van je. Ik droomde zo fijn van verre planeten. Dommel, dit is het moment om onze dromen werkelijkheid te laten worden. Oh, ik wil open. Oh, ja. Niet om het een of ander, maar mag ik je eraan herinneren dat je dit ding nog niet hebt uitgevist? Dat weet ik, Dommel. Dat gaan we nu doen. Oeps, ik moet naar de wc. Maar Dommel toch, ik heb juist alle voorraadkastjes volgestopt met dingen die jij lekker vindt.
Oh, dat verandert de zaak. Er is vast wel een wc aan boord. Oh, ik zal er nooit aan wennen dat mijn hondje zo'n grote gulzigaard is. Gauw instappen, Dommel, dan kunnen we vertrekken. Oh, een machtsmannetje. Oh, voelen jullie je wel lekker? Kijk, nou toch eens, het is Balthasar, zeg. Alsof dat niet erg genoeg is. Dat moet je niet meer doen, Balthasar, zonder mijn toestemming in mijn vliegtuig stappen. Oh, het spijt me, Semaphore, het was zo verleidelijk met al die knopjes. Dan weet ik het goed gemaakt, Balthasar. Ga met ons mee op zoek naar de buitenaardse wezens. Gaan jullie op zoek naar buitenaardse wezens? Nou, dat lijkt me lollig. Ik ga graag mee, joh, Semaphore. Dag, Semaphore, ga je met ons mee? Huh? Oh, dag, mevrouw Beatrix. We gaan een dagje naar zand terug aan zee. Het leek ons leuk als jullie gezellig met ons meegingen. De agent en ik gaan ook mee. Jotte, met strand, we gaan mee. Het lijkt me heel gezellig om met jullie naar het strand te gaan, maar helaas kunnen we niet mee. We moeten iets belangrijks doen. Ach, dat is nou toch jammer, zeg. Volgende keer beter. Dag. Dag. Veel plezier op het strand, hoor, en pas goed op jullie zelf. Ik geloof mijn eigen ogen niet, Dommel. We gaan vertrekken. Oh, hé, waar is al dat lekkers gebleven? Hé, het spijt me, Dommel, maar ik had zo'n ontzettende honger. Ik had het kunnen weten, bah! Onmiddellijk ophouden met dat kinderachtige gekibbel. Wat? Oh, maar dat is een wervelwind. Wat? Wegwezen, Semaphore. Ah, dat zou ik wel willen, Dommel, maar de stuurstang wil niet. Sabotage, jouw schuld. Nog even en we zijn bij het strand. Toch vind ik het jammer dat Semaphore en Dommel niet met ons zijn meegegaan. Wat je zegt, Bobby. En ik had toch wel speciaal voor Semaphore mijn nieuwe monokini meegenomen. Is een piramide en dan is dit de ha-ha-ha-woestijn. Je maakt mij niet wijs dat die windhoos ons helemaal hierheen geblazen heeft. Wes en Maratje wel. En nu hoeven we alleen nog maar even contact te maken met die buitenaardse wezens. Kom op! Maar zeg maar voor, wacht even. Niet zo haastig, rustig nou! Het is flauwekul. Oh, maar laten we ophouden met bekvechten. De kijkers die hebben nu al zoveel gezien, die trappen niet overal meer in. Maar wij moeten toch iets op heil krijgen, anders wordt ons programma geschraapt. Ik wou dat we iets anders mochten doen dan die stomme verborgen camera. En toch is dit een goed idee. Hey jongens, er lopen mensen bij onze piramide rond. Wat? Zeg, ik dacht dat piramides veel groter waren. Ik denk dat dit een landingsplaats van buitenaardse wezens is. Nou, maatje, denk je nog steeds dat de mensen niet overal meer intrappen? Die drie dus duidelijk wel. Overigens, mijn maag begint zeer aards te rommelen. Oh nee! Dit is helemaal geen piramide, dit is een decorstuk. Dit is verrassend. Buitenaardse wezens gebruiken papier en hout. Dat kan best een leuk programma worden. Misschien kunnen we wel een paar grapen met ze uithalen. Hij is onbeschadigd. Wat is dat, Semaphore? Nou, we gaan er natuurlijk van uit dat die buitenaardse wezens de beste bedoelingen hebben. Maar voor het geval dat heb ik dit gemaakt. Oh, nou ik hoop maar dat die buitenmodel haardroger werkt. Niet bang zijn, ik weet wat ik doe. Sorry, jongens. Oké. Wij gaan vannacht de Sphinx bouwen die lijkt op die bolle hond. En mag ik dan voor Marsmannetje spelen? Oh, lijkt me prachtig! We zijn eindelijk in zand terug aan zee. Vlug naar bed, dan kunnen we morgen meteen naar het strand toe.
Mag ik nog een ijsje met slagroom? Wat is dat daar? Oh, een wonder! Er is een sphinx geland! Zou die echt uit de lucht zijn komen vallen? Het zal me worst wezen waar dat nepbeest vandaan komt. Interessanter is de vraag waarom dat rare ding mijn aantrekkelijke snoet heeft. Dat is zo klaar als een klontje. Er zijn buitenaardsen in de buurt en zo vertellen ze dat ze contact met ons zoeken. Erg leuk van die buitenaardsen, maar als ik niet gauw wat te eten krijg, dan ga ik dood van de honger. Oh, hela, wat is dat? Een bot! Leidingwater nog wel. Kijk, Balthasar, een teken van beschaving. Welke maloot legt er nou een waterleiding aan in de Hahaha-woestijn? Ja, Bolledum! Ik eet mijn snor op als dit niet het werk is van die buitenaardse. Rompie, wat spannend zeg! Ga je gang, Semafoor. Dit is je kans om met ze in contact te komen. Zo, lui. Hoe gaat het ermee? Wat een leuke manier van verwelkomen hebben jullie. Nou, met ons gaat het goed. En hoe gaat het met jullie? Welkom op aarde. Ik heet Semafoor, wetenschapper. Semafoor, Semafoor, Semafoor. Ja. Precies, bakker. Ik heb nog nooit zulke goedgelovige lui gezien. Het is maar een waar genoegen om een buitenaardse vriendschap te sluiten. Oh, gouden stranden en blauwe zee. Dit is een prima plek, agent. Parkeer de parasol. Nou, zeg. Oh, moet je kijken, daar is een televisieploeg bezig. Oh, dat is de ploeg van de verborgen camera. Ik heb nooit begrepen hoe mensen zo dom kunnen zijn om daarin te trappen. Oh, kijk, ik wil ze dan niet voor laten lopen. Het lukt, het de lukt. Die gaffert strapen erin. Oh, dat is dommel. En de Semafoor en Balthasar. Krijg nou wat. Ik kan haast niet geloven dat ze het zijn. En ze wilden niet met ons naar het strand. Het is een genoegen u te ontmoeten, meneer Semafoor. Het genoegen is geheel aan mijn kant, Mars, meneer. Zo, hoor eens, we worden nog beroemd op deze manier. Semafoor! Blijf staan, breek met mijn klomp. Dat zijn Jerry en Bobby. En de agent en mevrouw Beatrix. Vertel op, Semafoor, hoe komen jullie hier terecht? Hoe we hier terecht zijn gekomen? Vertel maar liever hoe jullie hier midden in de ha-ha-ha-woestijn terecht zijn gekomen. Hoezo, ha-ha-ha-woestijn? We zijn toch in Zandrug aan Zee? Wat? Zijn we gewoon in Zandrug aan Zee? Kommerik, jullie hebben ons hele programma verpest. Dit is onvergeeflijk. Dat was niet de bedoeling, heren. Welk programma? En hoe komen die Marsmannetjes eigenlijk hier? Bas, en het ging net zo lekker.